Hierachter gaat het vrijdag gebeuren. Vrijdagmiddag het grote Gelderlander Nieuwscafé over de Donjon. Wat is die Donjon? De Reuzentoren. Wordt het een aanwinst voor de stad? Of is het een lelijk ding waar niemand iets van wil weten? Wie gaat ervan profiteren? En wat gebeurt er met al die bodemschatten in die grond van dat 2000-jarig erfgoed daar, het Valkhofpark? Dit komt hier vrijdag in het Nieuwscafé in de Villa aan de Orde. En we hopen uiteraard op antwoorden met voor- en tegenstanders. Is het een aanwinst voor de stad of vernietigt het juist het Valkhofpark?